Minister Nur Salim kondigt Launch EID aan. Minister Mike Nur Salim meldt met groot genoegen dat na een gedegen voorbereiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken het zover is dat de launch van de EID op vrijdag 15 maart zal plaatsvinden. Het voornoemde zal gepaard gaan met de opening van de Printing House. Met de launch van de EID probeert de minister invulling te geven aan het ontwikkelingsplan waarbij is aangegeven dat ICT, ICT-hulpmiddelen en innovatie een katalyserende werking hebben voor de ontwikkeling van Suriname en in het bijzonder het overheidsapparaat. Nur Salim zegt desgevraagd dat voor de EID de hoogste veiligheidsstandaarden worden gehanteerd. Deze nieuwe ID-kaart bevat onder meer een chip, een elektronische gegevensdrager, waarop enorm veel informatie kan worden opgeslagen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.